Straks nog een keer het verknipt fragment, maar eerst de mannen van de Verenigde Vrolijke Zangers. Goed. God. Vrolijke veredelde zangers. Oké, daar hoort je Hans Frederiks. Toen straks heb ik eerst, maar dat was buiten de uitzending, heb ik het gezag en meteen kreeg ik bijna applaus dat ik het de eerste keer in 4 jaar gehoord heb gezag. En nu van de zenuwen zeg ik het weer verkeerd. Hans Frederiks huurt je rechts door de speakers bij u. En dezelfde kant huurt je ook Martin Boele of Martin Boele. Ik weet niet wat ik natuurlijk verdadelijk. En dadelijk huurt je de stem, het zeer sonore stemgeluid van Jan Keulen. Die kanarissen moeten zich toch verschrikken als ze die mensen huren spreken met zo'n diep stem. Maar oké, Hans Frederiks, die heb ik nog niet iedereen in de uitzending gehad, is sinds wie niet lid van de Verenigde Vrolijke Verenigde Zangers. Oh nee. Veredelde. Vrolijke Veredelde Zangers. Goed, ga maar door. 2 jaar ongeveer. Ja, 2 jaar. 2 jaar. En wie is er daarbij gekomen? We mochten een tutoyeren. Ja, ik mocht een pietje kopen van mijn vrouw. Ja? Omdat ik mijn aquariums had weggedaan. En binnen een jaar, binnen een half jaar, ja, worden dat 40 pietjes. Wie kent ze van een pietje er 40 krijgen? Hè? Ja, je kunt ze kweken en kopen. Hè. Oh, zo. Oh, dat is enige gekregen. Dat hebben we ook nog een erbij gekregen. Oh, en nog een gekocht en nog een erbij gekocht. Ja. Maar even gedaan dus. Voor de eerste keer had ze een knarie gekregen, nummer 1, een knarie. Ja. En was die toen al zo op de hoogte tot ze zich kon zien, dat is een pop of een manneke, wie noemen ze dat? Nee, dat... Nee. Want ik heb gehoord, dan moesten ze onder de boel blozen. Moest blozen, ja. Ja. Dan zou ze dat moeten zien. Nee, maar die hebben ze daar een kinder of zo gehad bijgehaald? Dus. Ja, je hebt daar een kinder van de vereniging van ons bijgehaald. Ja. En die wist dat. Ja. En toen hij tegenzag, nou, ik noem maar, dat is een manneke. Hè, ja, met een warm pop. Oh, dat was een pop. En dan moest er een manneke bij komen. Ja, maar zo'n pop kan zijn alleen laten zetten. Nee. En die hebben ze twee kuikens of hebben ze die eerst toen had ik seconde rijn gek laten maken? Ja, nee, ik heb ze meteen bij elkaar gezet. Oh, zo. En, vond dat zo zielig, gaan ze alleen. En? Ja, het eerste jaar had ik al jongen, hè. Ja? Maar had ze meteen een foulière of zo gemaakt? Of had ze dat in dat keuken? Dat heb ik afgelopen jaar gedaan. Zo. Maar is dat die jongen, zien die geboren in dat keuken gewoon? Ja, in een nestje, hè, wat in dat keuken hing. Hink, hè? Ja. Ja. Ja, en dat gaat best goed met die knaries. Dat is een beetje wets. En ik al zag, ik had de technische ondersteuning van een lid van de club. En zo is dat gekomen. Maar was ze toen al lid inmiddels geboren? Toen waren we inmiddels al lid geboren, ja. En waren dat allemaal vreemde vuurig of zeg zo? Nee. Kostos ja, toch? Eigenlijk op Jan nagelijvig. Ja, op Jan Kossig. Maar voor de rest wat allemaal vreemde. Ja? Ja. En wie is er daarbij is gekomen? Is dat geboren wat ze verwacht had, wat ze gedacht had? Een gezellige club? Zeker een gezellige club. En zeker na de vergadering is het een heel gezellige club. Ja. Zeg, maar ik heb begrepen, daar zien ook tenuige poppen, dames, die zien ook lid daarvan. Daar zien ook een paar dames lid van, ja. Inmiddels een paar uren gaan, want de laatste keer was maar één. Nu twee. Ja, één jonge dame zelfs. Hè. Ja. Heet dat gaat te maken met dat stichtlid is geworden? Dat. Ik weet het niet, zo kennen. Dat is echt zo'n vrouw, luistert toch? Oh ja, luistert de vrouw. Ja, ik denk dat hij luistert. Ja, maakt dat allemaal niet zeggen natuurlijk. Dan denk ik dat ze de volgende keer weer in een aquarium moet. Ik kon die musje weer allemaal de deur horen. Zeg maar, en hebben ze een speciale kweek? Want ik heb begrepen, want die hieren hebben me geen in de afgelopen jaren nogal het nudige geleerd. De kunst kweken op kleur, op zaank, op met kuif, zonder kuif. En heb je een specialiteit? Twee. In Norwich en op kleur. Dat begint tegen al het leeggoed. Is dat Norwich wandeling met zo'n stijkje? Ja, zo gaat het ongeveer. Okay. Nee, wat is Norwich? Dat is een postuurkanarie. Een vrij forse postuurkanarie. Met een grote, dikke kop. Ja. En een evenredig fors lief. Ja. Wat doe je nu nog mee, Jan? Ja, hier zit er een dikke kop. Nee, Jan zat te wiezen. Jan zit nog mee te kiezen. Ja. Zeg, maar, hoe doe je de kanarie wat zich gekocht of gekregen had? Zijn allereerste. Noem me gewoon, wat een goede kanarie. Een goede gele kanarie. En daar heb ze ook een gewone bij gezet.
Ja, ja. Maar wie kent zich daar met wie gewoon knaries? Wie nummers dat? Fokken en? Kweken. Met Dikke Cup, wie kent dat dan? Nee, Dikke Cup heb ik later gekocht. Wie gaat meer van die knaries af is? Want moest ik hier eens een beetje proberen met een goede kopen knaar, voordat ze get in de duurdere prijsklasse zitten. Ja, ik ga er meteen op door. Wat is een goede kopen, wat is een duurdere? Een goede kopen is 15 en een duurdere is 80. Zo. Ja, een duurder vogel, ja. Dus die met een dikke kop is automatisch ook een stuk duurder? Ja. Ik heb ze per kilo. Ja. Oh, dat je per kilo is iemand. Ah nee, nu houdt er al het leeg. We gaan een pleetje draaien nog over dadelijk bij Martijn. Want hij heeft al een jaar of 90 ervaring. Ja. Hey, jong, zeg je dat leentje nog? Martijn Boele is ben al... Ik. Wie? Ben ik. Ja, die is al een drukserij geweest. Ik ben al een keer of drie geweest. De jonge mens, nu heb ik begrepen, de vereniging heet Jubilee. Dan ga ik even naar Jan, hè? De vereniging heet Jubilee. Ja, de vereniging die bestaat 90 jaar. Ja, die stem, geweldig. Ja, 90 jaar, ja. En dat is dus begonnen in 24. Ja. En een van de hoogtepunten in dat jaar was natuurlijk ook de geboorte van Martijn, denk ik. Ja, en die is meteen lid geworden. Ja, ja. Ja, ja. Nee, mijn is... pa was een oprichter van. Een van de oprichters van de vereniging. Dus, Martijn, ik ga met alle respect Geer en Uch en Wadleef tegen u zeggen, hè? Nee, wellicht niet. Nee? Nee. Martijn is 90 jaar. Alsjeblieft. Och, hoe zijn de knaren gekregen of gekocht, zusjes? Nee, alleen maar gevangen. Maar de is zeggen gevangen. Ja, maar wat dat net, wie deed dat voor met lijmstokken? Met netten. Netten. Maar wie kent zij nu een kanarie vangen? Er waren geen kanaries. Oh, dat waren wel veel. Hadden een hekel aan kanaries. Ja, of Martijn deed putters en zo gaat? Ja. Ja? Ja. Nog altijd? Ik heb nog altijd putters, ja. Geen kanaries? Een paar weefjes. Veur, dat putters is met. Is voedstermoeder. Ah zo. Maar dan hebben ze ook knarie putters, of niet? Op zo. Maar dat deed dat is wel ik dit jaar nog in de keer proberen. Ja, ja. Zeg, en Martijn is dus, zijn pa is oprichter daarvan. Een van de oprichters geweest. Ja. Zelf zit er ook al 90 jaar. Nee, nee. Nee, nee, ik ben pas 50 jaar lid. Pas 50 jaar. Zeg, en Martijn, door kinder. Ja, 8. 8 kinderen, ook kleinkinderen. 8, 17, ja, 17 ook. Pot, en 17 achterkleinkinderen. Maar jongen, gans kut, hè? Jan, wat wou je ze vragen dan? Ja, ik wou vragen hoe was de zoutcup. Nee, vroeger hadden de rechtsstraat een zoothandel hier. Ja. Bemermans. Oh nee, dat was de vestwinkel. De tegenover had ze in de rechtsstraat vroeger een zoutwinkelje. En daar woonde een vrouw alleen rond de zout. En ze dat was goed, hè? En daar ging dat er naartoe? En daar moest ik altijd de zout van pa gaan halen. Halve kilo witte kwaad, neger en een kwaad rupzout. En je hebt keimzout erbij. Ja, ja. Zeg maar, 50 jaar lid halen. Dat wil toen nogal gaat zeggen. En bij ieder vergadering aanwezig? Meestal wel, joh. Ja. Meestal wel. Maar dan blijft Martijn... Hoe is die dat clubhoes ook alweer? Die vergaderingen. Amazatie. Ja. En blijft Martijn dan aan een buffet zitten? Of gaat dat ja, dan toch... hallo, je zal direct naar huis gaan met de grootste herrie. Dus ook een vrouw die vermist je nou wel. En zo is die direct door. Die komen niet nog maar even in de weg. Ja, ja. Nee. Wat dat betreft heb ik een gemakkelijke volk. En een gezellige vereniging? Met en een gezellige vereniging. Ja? We hebben van alles metgemaakt in de vereniging. Ja, ja. Heel slechte dingen, maar... Maar de huurs vooral in verenigingen zeggen, ja, maar vroeger, wat gaan ze anders, wat vooral leuker? Dat weet ik niet, dat vroeger anders leuker waren. Nee, het ligt aan gewoon aan de lui, ja, ja. En ze met z'n vuur zit er kind niet kapot. En de wijste naar Jan. Ja. Jan Keulen, hè? Ja, ja. Zinker ook. We hebben lang gezoomd naar de voorzitter. Ja, ja. Maar ik heb begrepen, de voorzitter, Jan, wie lang is de voorzitter? Ik ben nu 4 jaar, ben ik toch. Is dat al 4 jaar? Ja. En wie lang was de lid?
Ongeveer ja. Dus ik ben een half jaar voordat ik voorzitter word, ja. Ben ik dus lid geworden. Ja. Omdat men had geren tot ik daar bij die vereniging kwam. Ja. En dan eventueel de show was eronder. Dat is een slim vereniging. Men had geren tot ik bij die vereniging kwam. Want ze hadden eigenlijk een voorzitter, niet zozeer met die vogel. Geef de microfoon eens even aan Hans Frederiks. Deze 2 jaar erbij. En wat hebben ze die inmiddels op hun nek geduid? Ja, ik heb een buksje gemaakt, een jubileumbuksje, omdat we 90 jaar bestaan. Daar heb ik van een oud tijdschrift en krantenartikelen en stukken uit de verslagen, heb ik een soort tijdslijn gemaakt vanaf 1924 tot nu. Dat impliceert tot ze of neemt niet werks of te wijzen bij de gemeente. Nou, want daar zitten er nog 10 in. Ik werk niet bij de gemeente. Oh. Nee. Maar ik ben inderdaad momenteel werk ik niet. Oh. Maar het wordt wel werk. Ja, dat is. Dus, en dat beukje, dat komt uit? Dat wordt afgegeven nu komende vrijdagavond aan de wethouder. Dan krijg je het eerste exemplaar. Maar zo. Wat heeft dat doet nu? Willems is dat. Ja, André Willems. Ja. En ja. Heet die mensen Jan ook een beetje verstand van Knaris? Ja, dat weet ik niet. Wie? Nee, dat heeft mij niet gevraagd wat er allemaal moet zeggen. Dus misschien wel. Ik weet het niet. Maar moet hij niet dat beukje eerst hebben voordat er vrijdag komt? Je krijgt het eerste exemplaar. Ja, maar die moet toch bij u geen toespraak houden. Dan werd die boeren van ja, op, maar die heeft al zoveel openingen gedaan, die gooit dat ze moeten zo op. Oké. Denk het al wel. Die houden dat zo oppervlakkig tot ze eigenlijk niet wets heet het nu over tractors of over knaren. De kind ziet toespraak overal voor gebruikt. Ja, zo geeft dat. Ja, beste luisteraars, wam alleen, maar erg lang. En we willen toch met de gasten. Nu zie je al een keer of 4 in mijn uitzending geweest. Vorig jaar waren telefonisch. En die doen altijd of die zo'n een hoop van vogel werden. Ik denk, dit moet ik toch eens gewoon controleren. Eens kijken, heren. Want je kunt me wel valwies maken, hé. Maar ik wil dat eens even zien. Ik heb het vogelgeluiden. En de bedoeling is dat ieder van u een bepaald geluid krijgt. En dan moet je aan dat geluid, dat is maar een paar seconden, moet je proberen mij te zeggen welke vogel tot je huurt. We beginnen met, maar die mens die zal dat misschien niet zo weten, want hij is pas erbij, Hans Frederiks. Hans, luister goed, hij komt het eerste geluid. Dat is het eerste. Dat is de eerste mich toch. Ja, dat. Wat dunstig. Dat is een hele mogelijke. Ja, dat hoeft me niet te vertellen. Zou ik dat dan heel even kunnen huren? Maak er hem nog een schuren, Leon. Ja, het is. Ja, het zien. Je ziet toch. Of tenminste, je zegt dat je kennis ziet. Ja, maar het lijkt wel. Op ook, het geluid op twee vogeltjes, twee soorten vogeltjes kan dat zien. Maar als ik dan moet gokken, ja. Dan denk ik toch dat ik de bijeneter pak. Het is niet te geloven. Heeft hij eerst een cursus moeten Lian, voordat dat al lid wordt? Nee, die, dat is goed dat ze doet, hij weet dat allemaal. Hij zit vooral op internet te kijken, dus hij weet heel veel. Nee, te geloven. Ja, nu krijg je van Martin, hè, maar die is 90 jaar en die is al 50 jaar lid. Ja, die maakt helemaal niks. Wie is dingig. Alhoewel, ik zie hem het zweet, staat hem nu al op de kop. Hè. Inderdaad, hè. Ja. Luister. De volgende Lian. Is dat een bekend geluid? Nee. Een doofstomme. Nee. Wat is het, vergeet? Ja, hij staat een groenling. Een groenling. Oké, nee, dat waren een groenling. Dat waren een groenling. Oké. Geven we nu Jan ook een. Wacht even.
geven van Jan en de heden de microfoon. En het volgende. Nog over Jan ook. Want Jan is voorzitter. En als voorzitter, Jan, kunst het niet maken om de neven te zitten. Nee, ik denk, als ze het niet gehoord hebt, dan dat ze de kou in het zuur van maken kunnen. Ja. En dat zijn nog 600 vandaag. Ja, daar. Laat het zuur liggen voor Jan Keulen. Moest we hem nog eens huren? Nog een keer huren hier. Ja. Jan. Het is geen fluitketel. Nee. Lieke. Het is ook geen wekker. Nee. Het liekend, ik geloof dat ik, ja, het heet, ik meen dat het een soort mush zou kunnen zien. Ja. Maar dan is het geen gewoon mush, ja, maar dan is het een graasmush, denk ik. Maar dan is het ook nog een, die hij geloof ik niet voor hem. Ja. Ik meen, maar dan, ik weet dat niet zeker, zou het de provinciaalse graasmush kunnen zien. Ja, stel eens even te kijken, hè. Dat zien niet zomaar gasten, wat voor hij hebben, hè. Dat zien, hè, ik wou bijna zeggen dikke. Nee, dat zien port van domme nodig. Draai je me zien, je bent gaan zonder een indruk te vaan. Maar. Ja, we zitten hier aan tafel met de mannen van de VVZ. Ik ga niet meer zeggen wat dat betekent, maar het heeft met vleugel te maken. En ik ben eigenlijk een test. En die eerste ronde, volgens mij hebben ze gewoon geluk gehad. Dus ik laat het dan niet bij. Ik ga nog even door. En eens even kijken. Hans Frederiks, die gaat nu het volgende geluid proberen te rooien. Het zien geen gewoon vleugel, dat kan ik u al erbij zeggen. Laat gewoon, Leon. Hans, maar daar staan ze weer van te kijken. Daar staan ze weer van te kijken, ja. Dat zien toch vogel, die ze niet zo uit wie draaien in de keuken in de kamer. Nee, maar ik geloof dat dat vogel nog niet in de keuken in de kamer zit. Nee? Nee. Wat denk je dat het is? Ik denk dat het een mus is. Een huismus. Een gewoon mus. Niet elke mus maakt geluid, maar die mus, de huismus, die maakt geluid. Het is niet te geloven, Leo. Ja. Het is niet, want ik zal je vertellen, ik woon op Schermiek train en daar zuust ik eigenlijk een muisje mee. Het is zien daar alleen meeuwen van de man. Maar een mus, ik woon dan een 15 jaar, ik geloof dat ik nog geen mus meer gezien heb. Ja. Was je nou gezeten? Nee, heer zeet wat ik denk. Ik denk, zeg dat maar nee, maar daar zeet dat. Oké, goed zo. Ja. Volgende, voor Martijn. We gaan eens kijken wat Martijn gaat zeggen als er het volgende geluid hoort. Martijn, laat huren. Even een geluid aan Martijn. Moet, ja? Ja. Tik. Ja, dat is een bekend geluid. Allee dan. De huur zit hij niet zo vol. Ja. Zuse toch niet zo vol. Ja. Maar we hebben er zelfs een liedje van gemaakt. Zeg het eens. Hopla, hopla, hopla. De hop. Hop. Met de. Heb je dat gehoord? Dat is geweldig. Goed. Dat is geweldig. Ja. En dat pas na 50 jaar lid. Geweldig. ik sta met mijn mond vol tanden, ja. Die gaat toch, hè? Ja. Daar hebben ze er niets met gemaakt, zo gaat. Nu, Jan. Jan Keulen, de voorzitter van de VVZ. Ik ben benieuwd. Die zit te zwijt, want dat is die andere magen en de messen. Maar Jan niet. Dat ken niet. Jan, laat huren voor Jan. Oh, maar dat is een gewekelijke. Dat is huren te gaan zeggen. Ja, dat is een gewekelijke. Michiel, u wil hem nog één keer huren. Ja, ik weet het. En? Ik weet het. Ik heb les nog zo gehad om een voet gehad. En? Dat is een blauw eekster. Maar geen eekster ook, maar een echte blauw eekster. Ja, ik zie die twee anderen hier. Die zitten uit te kijken, zo met een gezicht van. Ja, had ze het anders zo waren? Ja, maar die weten dat allemaal. Ik heb pas nog twee. Ene voor Hans, want die heeft uiteraard dat buisje gemaakt. En ene voor de voorzitter, dadelijk. De voorlisten, Leon, laat je om. Dat is een lastige.
Hans. Ja. Ja? Alle. Schiet los. Dat is een lastige. Ja. Maar ik denk dat we zo gaat ook een tuin hebben zitten. En dat is? Een merel. Jongen, een merel. Nu houd je me graag het leeg goed. Niet goed? Nu heb je zeven een schootje gehad. En juist diegene moet je met op de toestelling gehad. Wat is het? Is het wel fout? Wat is het, Jan? Ik dacht ook dat het een merel was. Ja. Wat is het, Martijn? Wat was het? Een merel. Zo'n kwaarten. Dat is een... Een knarie is dat. Hulp, nee. Een knarie. Hebben ze die zeven hier laatst. En de knarie herkennen ze niet. Volgens mij is een verkeerd geluid. Nee. Dat waren de knarie. De lessen voor de voorzitter. Dat kumpa. Ik ben benieuwd. Jan. Ja, hallo. Wat zou dat nu zien? Ja, hallo. De toet van een sheep. Nee. Is het dan een parkietmachine? Dit is toch niet te geloven. Een parkiet. De VVZ. Wat? De vereniging van veredelde... De vrolijk veredelde zangers. Wie kunt dat nu toch niet, dat niet onthouden? Ja, ik denk toch dat je te maken heeft met ja, intelligentie. Wel ingewikkelde wereld. Maar allee, zeven van de negen had je geschoren. Allee, oké. Okay. Het verbaast me wel dat je die twee, wat je zou moeten kennen, dat je die niet herkende. Terug naar Jan, de voorzitter. Grap, de jubilee, de negende. Ik hoorde al tot een wethouder die gaat komen. Ja, nu komen de vrijdag de wethouder André Willems, dus de tentoonstelling openen. En dat in verband met dat 90-jarig bestaan in principe. Ja. En we hebben een bereik gevonden om daar een woordje te zeggen. Okay. Nou, is altijd een beetje cachet, is altijd wel nu. Ja. Zeg, en het is dus vrijdag, zaterdag en zondag? Vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag van 7 uur tot 10 uur 's avonds. Ja. Zaterdag van 1 tot 10. En zondag van 10 tot 4 uur. Vrije toegang. En nu heb je voorgaande jaren mij dat nog eens doorgeschikt voor de vredige middag. Ja. Nog een keer door te geven. Gaat dat nu weer gebeuren? Dat kan. Geen probleem. Moest ze daar Hans Frederiks voor aanloeren of weet hij dat? Nee, ik schik dat wel door. Ja, oké. Okay, nou, krijg dat dadelijk wel en dan... Oké, en dan zal ik dat vredig nog een keer met de juiste tijden. Ja. Vrije entree? Vrije entree, vogelverkoop aanwezig. Ja. En prachtige prijzen te behoren bij de tombola. Oké. Okay. Wie laat, zaagste, begint het vrijdag? Vrijdag om 7 uur is dan de opening. Dus dat, is dat voor iedereen? Och, die dat opening. Is voor iedereen. Dus hier opent en dan kennen we de zalen in feite. Hè, dus moet je ook eens zitten. Hoe openen dat dan? Als ze dan na de opening pas de zaal in geeft? De deur is toe, hè? Dus hier mag dan in principe. Oh, zo heet dat? Ja. Je deed in het café, je deed dan natuurlijk zijn opening. Ja. Dan wordt de deur opengezet. En dan kan iedereen naar binnen toe. Ja. Zeg, en Hans... Dan komt dat beukje wat Stieg heeft samengesteld. Ja. Hè? Die geeft hem dat aan bij je? Ja, ik denk dat de voorzitter dat laat doen. Hè. Ja? Dat is goed. Dan. Ja, oké. Okay. Bleef me gepast. Ja. Zeg, en is dat de beukje voor de leden? Of is dat de beukje voor de liefhebber die dat ook kunnen krijgen? Voor de leden. Voor de leden. Dus niet luid die zeggen van, nu ga ik naar die tentoonstelling en daar liggen beukjes en die kindje voor een gering bedrag, kindje zo'n beukje kopen. Ik zie Jan al bedenkelijk kijken. Ik denk, daar zit geld in. Ik ga dat voor vredig laten. Nee, we hebben ook catalogussen. Die kunnen de luiden dus gewoon kopen. Ja. Maar dat staat dus niet in wat stiek geschreven. Nee, dat staat de historie. Nee, dat staat de historie niet in. Staat er een foto in van Martijn, omdat hij 50 jaar lid is? Of wil ze dan er niet te veel over vertellen? Nee, dat moet ze een beetje geheim blijven. Dat mag Martijn niet weten, denk ik. Oké. Okay. Hoe is het niet te weten? Is wel daar. Martijn is wel daar, voor jullie. Aan de lijsten. Nu huurig, Jan, huurig te zeggen, vogelverkoop mogelijk. Ja, vogelverkoop mogelijk. Dus degene die zegt, ik wil met dat vogeltje kopen. Nu hebben ze handschuren vertellen en een dik op. Kan ik daar een dik op kopen? En een dik op? Of wie heette die zaak? De Norwich. Ik denk niet dat ze die in de verkoop hebben zitten. Maar de lui kunnen natuurlijk wel altijd met een kweker die vogeltjes kweken, praten en bestellen. Ah zo.
Misschien dat Hans zelf gaat weg, dat weet ik niet. Maar we hebben een smerende vereniging die dat soort vogelen hebben. Ja, ja. Maar wat kennen ze kopen? Dus een Norwich, een groene zangkanarie, een kleurkanarie. Wat is die specialiteit? Ja, ik heb Amerikaanse sezen. Dus Zuid-Amerikaanse. Dat zijn geen kanaries? Nee, dat zijn geen kanaries. Nee. Die sezen, die keken alleen of niet? Nee, die zingen heel goed. Zingen die, ja? Ja, ja, ja. Ja. Just wie de les wat ze moesten strooien. Ja, ja, ja. Maar de Amerikaanse sezen. Ja, Amerikaanse sezen. Ik heb vroeger wel eens in de foyer, en de geest die taal ik zeker zeggen, dat heb ze al verkeerd gedaan, dat ik knarisch, en daar had ik ook sezen bij zitten. Welke, dat weten we niet meer. De Europese sezen, denk ik, dat ken. Dat is geen probleem. Dan moet jij probleem zien. Misschien ging het bij die voort, dat weet ik niet, maar dan moet jij probleem zien. Dat zet God samen. Ja. Zij spaart zich ook met een knarie eventueel. Ja. Dus dat wat is het leuke aan een seizoen? De kleur? Of wat is dat? Nou, ik vind het leuke aan de seizoen, met name de Zuid-Amerikaanse seizoen, en de kleuren, maar ook de bewegelijkheid van het vogeltje. Het is eigenlijk een tegenovergestelde als de Norwich van Hans. Ja. De Norwich die hip, van de ene stijg op de andere, en die seizoen gaat echt constant op en neer, en vief en bewegelijk. Dus niet, ja, in een gewoon keuken te zetten? Nee, die moest eigenlijk in de foyer. Ja, ja. Of goed terugkomen. Ik weet niet of het voor u is, maar ik heb telefoon. Dus luister even met. Ik weet het niet. Goedenavond. Goedenavond, Wil, met Krillenspaar. Krillenspaar. Ja. Zink Lucie ook wie een seisken of wie een... wie een vugel. Daar had ze vragen aan een van de heren. Ja, ik had er eigenlijk over die dikke willen hebben. Ja, die Norwich. Ja. Ja. Zie dat nu alleen postuurvugel of zingen die ook? Dat zien postuurvogel, maar die zingen ook. Maar dat is niet een echte zangvogel. Oh ja, dat wou ik even volgen. Zeg, ja. Daar heb je toch verstaan van, Erik? Ja, ik heb overal verstaan van. Ja. Zeg, wie kent dat? Heb je dat nogal... wie ze nu voor dik op? Die denkt, oei, die begint nu voor mij. Ja, dat daar in eerste instantie, joh. Nee, maar hebben ze echt verstaan van, hè? Nee, ik heb ze... wel een paar vogel gehad, maar... Ja. Verre van verstaan. Oh, ja. Nee. En hebben ze nu nog een vogel? Ja, twee soms. Met Lucie, alles goed, ja? Alles goed. Goed, ze maken de compliment. Dit is een van een breien. Oké, ja. Alle, de groeten, hè? Alle, bedankt. Ja. Hoi. Hoi. Zo'n seiske. Is er nu, dan moeten ze een... toch een keuken of een douche mee, of kunnen ze dat bij u krijgen? Ja, we voor een douche staan, ja. Voor eventjes is dat gewoon, ja, natuurlijk. Dat is geen probleem. Maar dus dat ze weten, als ze seisje kopen, dat is niks voor een kanariekeuken, hè? Nee, nou ja, het kan wel, maar dus, in principe moeten ze toch get groter, hokken, in feite. Ja. Niks om een biesje in zo'n hiekling ding te houden. Ja. Martijn, ik heb ook wel eens gehoord dat een vogel die moesten in keuken zetten met de tralies horizontaal. Een ander vogel die moesten hebben in een koop met verticale tralies. Die horizontaal, dat zijn hordenlopers. Al zien dat hordenlopers. Welke? Wat moet een kanarie doen? Ja, horizontaal of verticaal natuurlijk. Ja, voor wat is dat natuurlijk? Ja, de schievelen ze langs over, anders kunnen ze zich vasthouden. Zo. En wie gaat dan in een verticale? Welke vogel? Voor wat? Nou, zijn het. Ik heb nog nooit een kou gezien met verticaal tralies. Jan? Nee, dus de meeste kou zien horizontaal. Allemaal. Ja? Maar verticaal zou ook kunnen voor een knari. Maar ja. Het horizontale kou is natuurlijk voor een pakketje en dergelijke, tot er zich kan oppakken en kan klummen en dergelijke. Dus dat is dus een pakketje kou met verticaal spelen, dat kent dus niet. Die kent ook aan niet. Dat is misschien van gooit, verser of dat weet ik ook niet. Zo kennen hem dat niet. Met die spelen aan dat soort. Ja, ik heb in een vijver, ik ga een huisje erin aan. 90 jaar, Jan 50 jaar lid, heb je nog meer jubilarissen? We hebben 25 jaar jubilaris gehad, we hebben 40 jaar, maar dat is allemaal iets te veel geweest. Intern heb je dat gevierd? Dat hebben we dan intern gevierd. 90 jaar bestaan hadden we ook intern, gezien de... Ja, nou ja, de vriendschap die in de club is, heeft men eigenlijk, voor we dan de leden vroeger achter gekozen, om de volgende week
En een goede feest over te houden met een dishokje, met voor niks buffet, hey. Voor niks drinken. En dan hadden de lui wel oeren. Nou. Zeker. Ja. En je hebt nog leden nu, die kunnen ze nog leden. Alles gebruiken, ja. En die kunnen zich voor de avond... Maar niet voor de volgende week, ja, ze kennen nog wel eens van meer. Zeker. En je komt wekelijks bij hen nu? We komen met het bestuur maandelijks bij hen en met de leden. Dus van een bestuursvergadering, een ledenvergadering, 10 keer in het jaar. Dus 10 keer in het jaar. Maanden die blijven dus stil. Maar nee, met de vogel? Nee, met de vogel. Wordt wel eens een vogel metgenomen. Ja. Of we hebben een kamermeester daar die vogeltjes met hem of dia's niet zien. En dan is van alles verteld over die biesten. Maar ja, goed, over het algemeen. Valt niet meer veel te vertellen, want de best er zelf mee bezig en de zuur zelf wel het beste wie er een vogel is en dergelijke en wat er met mos. Gewoon nog wel een getzijskes de ogen zo. Nou, toevallig heb ik afgelopen 2 maanden heb ik een paar zwarte seizen kapot gehad. En dat is minder leuk, want dat zien... Deur. Ja, dat is echt duur. Ja. Wat nummer schat? Wat is deur? Nou, €250. De mensen niet. Per stuk. De mensen niet. Ja. En wie kunt dat je kapot? Gewoon verkeerd voor of zo gaat? Nee, Ebola of... Nee. Als ze naar de dokter met geest, dan geven ze zich een antibiotica-kuur. In feite, dan ben je toch wel gechaald kwijt, uiteraard. En nog vallen ze hem. Dus dat is heel vervelend, maar goed, dat is niet anders. Maar wisten ze dan niet bang tot de rest van de vogel? Oh, nee, die wilden een paardje zat, hè. Oh, ja. En Martijn, ook wel een schatvogel die de ogen hem gewoon, hè? Ja, op zijn tiet, ja, dat is oude beuren. Ja, want ik heb ze een volière. Ik heb een volière. Met een dubbeldeur. Want, als er maar 1 deur op staat, heb ik gezien, en dat is die deur, dan vliegen ze over degene de vrijheid tegemoet, hè? Of niet? Ik heb 2 volières en 2 deuren, en dan ging geen weg. Echt niet? Maar dan moest ze toch wel, wie deed ze dat aan? Ze, want die geen deur, 1 deur achter me zou doen, ja? En dan ben ik in de 1 voldeur. En in die voldeur heb ik een deur van de andere voldeur. Zo. Ja, dus... ja, in die 1 voldeur, daar zijn 10 voldeertjes. Ja. Wat zijn dat, 10? 10 voldeertjes. Oh ja. Wieveel open dagen brengt je zo daarin door niet met die vogel? Op het ogenblik. Nee? Voren en water geven en dan... Zuur maken, die ze de vrouw of... Nee. Okay. Heeft wel van me gedaan, maar dan doet ze... Voor huren en lessen, maar ik vond het weer hartstikke gezellig. Vrijdag, zaterdag en zondag in Café Amazatie. Ja, ambiance. Voor de kerk van Mestreegoed, van Hierhoed, voor de kerk links. Ja. Het begint om 7 uur. 7 uur. De opening, ja. Daar mag ook al iedereen bij zijn. Natuurlijk, daar mag iedereen bij zijn, ja. En ik krijg de rest van de tijd, want dat is gewoon gezag geworden. Het begint in ieder geval smorgens om zaterdag. Wie laat? Zaterdags 1 uur, smiddags tot 10 uur s'avonds. Ja. Zondags van 10 uur, smorgens tot 4 uur smiddags. Geen een entree en je kunt de duusken of een keuken met een mesje van plan zit een vogel te kopen. Ik kreeg in ieder geval de zorg Jan voor dat ik voor Friedrich dat nog eens doorkreeg. Ja. Ik vond het weer hartstikke gezellig. Je hebt mij de, ogen geopend met uw kennis over de vogel, niet alleen de kanaris. Maar de rest ook. Alhoewel, de kanaris vind ik een beetje tegen. Ja. En ik zie Martijn, ik kan nog gewoon lezen, hè, jong. Ja. Vooral als ik weet wat als dat. Lian, bedankt. De spreuk. En dan ga ik u bedanken voor aanwezigheid eruit. Ik hoop dat je een beetje geamuseerd hebt. Oeh, dat sluit een beetje toevallig op de gasten. Valkennis betekent niet altijd wie zei het. Goedenavond.